Gordon, de veelzijdige 55-jarige zanger en presentator, staat klaar om zijn comeback op televisie te maken. Vol enthousiasme bevestigt hij tegenover het ANP: Tuurlijk. Ik ben benaderd door een paar productiehuizen en ik heb zelf ook een paar leuke ideeën. De artiest onthult dat hij binnenkort een paar pilots gaat opnemen voor leuke programma's. Deze pilots zullen worden gepitcht bij zenders of streamingdiensten in de hoop een nieuw en boeiend programma op televisie te brengen. Na vijf jaar bij Talpa slash SBS 6 te hebben gewerkt, erkent Gordon dat het geen gemakkelijke periode was en dat het succes niet was wat hij had gehoopt. Zijn contract liep afgelopen jaar af en hoewel hem nog een programma werd aangeboden, heeft hij besloten dit te weigeren omdat het niet aan zijn verwachtingen voldeed. Gordon benadrukt echter dat hij open staat voor samenwerking met Talpa en dat het contact met het productiehuis goed is. Hij geniet momenteel van zijn vrijheid om te kiezen wat hij wil doen. De presentator blikt terug op zijn verleden en noemt enkele van de programma's die hij met trots heeft gemaakt, zoals Down the Road, waarbij hij aangeeft een voorkeur te hebben voor programma's met een maatschappelijk karakter. Opvallend is dat Corde duidelijk maakt dat zijn nieuwe programma in elk geval geen samenwerking met Gerard Joling betreft, ondanks recente speculaties. Hij verduidelijkt, er zijn geen gesprekken daarover gaande. Kortom, Gordon staat te popelen om weer op het televisiescherm te verschijnen, met nieuwe ideeën en projecten in het vooruitzicht, en blijft vastberaden om zijn veelzijdigheid in de entertainmentwereld te tonen.